De snelheidsregelaar helpt u de gewenste snelheid aan te houden zonder dat u de pedalen hoeft te bedienen. Druk op deze schakelaar om de snelheidsregelaar te activeren. Let op dat deze functie alleen beschikbaar is bij snelheden boven 30 km per uur. Dit groene lampje en de melding snelheidsregelaar aan of snelheidsregelaar verschijnen op het instrumentenpaneel ten teken dat de functie actief is en de kruissnelheid bewaakt. Om een kruissnelheid in te stellen, druk je op een van deze knoppen. Uw huidige snelheid wordt nu opgeslagen. U kunt de kruissnelheid nu veranderen door de knoppen plus of min aan te tikken tot u de gewenste snelheid bereikt. Zodra de kruissnelheid is opgeslagen, kunt u het gaspedaal helemaal loslaten. U kunt uiteraard steeds tijdelijk de controle over uw auto overnemen door het gaspedaal stevig door het zware punt heen te drukken. De kruissnelheid knippert dan op het instrumentenpaneel zolang u de limiet overschrijdt. Laat simpelweg het gaspedaal los om terug te keren naar de kruissnelheid. Na een paar seconden hervat uw auto de kruissnelheid. U kunt het systeem stand-by zetten door de rem in te trappen of deze schakelaar met O in te drukken. De kruissnelheid is nu opgeslagen en wordt grijs op het instrumentenpaneel. Bij snelheden boven 30 km per uur kunt u deze schakelaar indrukken om deze snelheid te hervatten. Dan wordt de laatst opgeslagen snelheid hervat. Druk op deze knop om de functie opnieuw te activeren en de opgeslagen snelheid te negeren. Uw huidige snelheid wordt nu opgeslagen. Ten slotte, om de functie volledig uit te schakelen, drukt u op de eerste schakelaar. Het groene lampje en bijbehorende meldingen op het instrumentenpaneel verdwijnen ten teken dat de functie uitstaat. De eerder ingestelde snelheid wordt niet meer opgeslagen. Let op, bij een steile afdaling kan het systeem de kruissnelheid mogelijk niet handhaven. U krijgt dan een melding op het instrumentenpaneel. U moet dan zelf de controle over de snelheid overnemen. We benadrukken dat deze functie een extra rijhulp is en dus geen reden om snelheidsbeperkingen niet te respecteren of minder alert te zijn. Houd uw voeten altijd in de buurt van de pedalen, zodat u klaar bent om indien nodig in te grijpen.